Ik kijk enorm naar uit, want hoe vaak heb je de kans om met zo'n groot orkest iets te doen? Het Noord-Nederlands Orkest geeft in november 7 bijzondere jubileumconcerten met muziek en zang uit de musical Soldaat van Oranje. De musical wordt al 2 jaar met groot succes opgevoerd in de theaterhangar op vliegveld Valkenburg. 4 bekende namen uit de muziekwereld verzorgen de zang tijdens de concerten van het NNO. Wat sowieso het idee was om voor de pauze werk van Rogier van Otterlo in ieder geval te spelen. Uit andere films, vooral uit Soldaat van Oranje natuurlijk ook. En na de pauze de muziek uit onze voorstelling. Uiteindelijk heeft het NNO voor gekozen om ook nog muziek uit Schindlers List toe te voegen voor de pauze. En na de pauze gaan we een aantal van onze beste liedjes spelen. En we hebben gezocht naar solisten die dat op een bepaalde manier kunnen brengen. De muziek is ooit geschreven door Tom Harriman als een soort pop-rockachtige muziek. Dus we zijn gaan kijken of we een aantal mensen uit de Nederlandse popmuziek bereid konden vinden om die nummers te zingen. En dat is gelukt. Angela Groothuizen vertolkt de nummers van koningin Wilhelmina, Janneke Brakels die van Charlotte en Joost Marsman de nummers van Erik Hazelhoff Roelfsema. Charlie Luske speelt een aantal vrienden van Erik. Het lijkt me super gaaf. Zo'n groot orkest is natuurlijk... dat voel je dat je dat achter je hebt staan qua muziek. Dus dat is wel een droom, ja. Ik kom zelf uit het noorden, dus dat is voor mij heel erg leuk om dan langs de noordelijke theaters te gaan met het Noord-Nederlands Orkest. En ik verwacht dat het een hele mooie ervaring zal zijn. En ik hoop dat er heel veel mensen op afkomen. Volgens mij het enige orkest, symfonisch orkest, dat helemaal compleet is. Dus toen ik dat hoorde, dan was ik heel snel... Ik dacht, dit gaan we vrijhouden. Wat ik vooral heel erg leuk vind, is om weer in de Oosterpoort te spelen. En in de theaters in het noorden, in de Lawei en de Museval. En we gaan naar Leeuwarden. Dus dat wordt we hebben daar met mijn band Is ook Schitterend ook vaak gespeeld. En dat wordt gewoon thuiskomen. Dus ik heb er enorm veel zin in. We zijn hier in Katwijk in de hangar waar de musical al 2 jaar loopt. Een waanzinnig spektakelstuk. Alsof je een spannende avonturenfilm binnenstapt. Soldaat van Oranje, de musical. De voorstelling die geschiedenis schrijft. Wij gaan niet die musical reproduceren. Wij gaan de muziek spelen uit de musical met 4 geweldige solisten. Daarboven worden beelden geprojecteerd vanuit de musical om toch het verhaal vast te houden. En Edwin de Vries, die ook heel nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming van deze musical, komt ook met ons meedoen. Hij gaat namelijk het verhaal vertellen als rode draad tussen de muziek door. We gaan nu, we krijgen huiswerk mee, een heleboel huiswerk van Jan, dus we moeten hard aan het werk. En dan hebben we een week van tevoren gaan we repeteren. En dan gaan we knallen meteen. Ik hoop dat we een hele bijzondere avond met elkaar kunnen verzorgen. Ik hoop dat die zalen stampvol zitten. Ik hoop dat het uitverkocht is, dat mensen buiten in de rij gaan wachten om een stukje mee te pakken. Soldaat van Oranje, de musical, dat wordt gedragen door geweldige acteurs die goed kunnen zingen. Maar nu hebben we een groot orkest. Ja, daar heb je zangers bij nodig. En ik denk dat we dat allemaal goed, die rol goed kunnen vervullen. Dus ik verwacht gewoon een bijzondere reeks.